Stichting Op Groene Voet is weer begonnen met de wedstrijd van het schoonste stratje van Tilburg. Dit jaar zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens de buurtcamping. Het is ontstaan uit het willen op groene voet samenwerken. We proberen heel veel verbinding te leggen tussen mensen die duurzame of groene initiatieven in de stad hebben. En we doen eigenlijk allerlei stadse projecten om de boel op te vergroenen. Het ligt midden in Tilburg. Het is een vaste locatie. Die buurtcamping die vindt plaats van 15 tot en met 17 juli. En wij vonden het heel erg mooi omdat het alleen maar voor, door en met Tilburgers is, om ook daar te laten zien dat Tilburg zelf een stad kunnen opfleuren. De gemeente speelt natuurlijk ook een rol, maar die is niet zo groot als je zou denken. Het eerste grote aantal is gewoon via de gemeente. De gemeente heeft natuurlijk nog steeds een controlerende factor. Mensen moeten vragen of dat ze ter plekke een geveltuintje kunnen aanleggen in verband met kabels en leidingen. Ja. Dat zijn er eigenlijk al meer dan 350 plus. Heel veel mensen hebben het gewoon zelf gedaan. Er is geen vergunning meer nodig. En je mag het zelf doen. Zeker binnen de cityring moet de gemeente het doen, omdat daar een extra aluminium plaatje wordt geplaatst. Maar daarbuiten mag je het zelf doen. Alleen die klikmeting, dus even die check voor die kabels en die leidingen, die moet eigenlijk wel even via de gemeente gedaan worden. Ook dit jaar kon iedereen zich aanmelden voor het schoonste stratje. De aanmeldingen waren ongeveer gelijk met vorig jaar. Maar je hoeft niet alleen een straatje meer te hebben. Je kon ook meedoen voor het gaafste geveltje of bonste balkon. Het is ongeveer hetzelfde qua aantal, maar er zijn wel hele andere soorten inschrijvingen. Vorig jaar waren het alleen maar schoonste strotjes, dus echt dat mensen samen met hun buren iets deden aan het vergroenen of opfleuren van hun leefomgeving. Ja. Maar dit jaar hebben we ook gave geveltuintjes en bonste balkons toegevoegd. De jury zijn KP Europe en Ello, de grote bloempottenproducenten hier in Tilburg. Vorig jaar heeft KP toch wel heel erg gelet op de samenwerking binnen de straat. En zij gaan ook inderdaad de prijs uitreiken voor het schoolstrotje.